Dag iedereen, vandaag geef ik een beetje meer uitleg over les 37, de recensie. We gaan hier verder mee aan de slag woensdag of vrijdag, naar gelang het uurrooster, wanneer je dus naar school komt. Maar het is belangrijk dat je eerst dit stukje gezien hebt, zodat we in de klas onmiddellijk kunnen starten met een aantal recensies te bespreken. Dus bekijk het alsjeblieft zeer goed. Ja, recensie is een manier om je mening te geven over een lied of over een film of een toneelstuk of een boek. Ik heb hier als voorbeeld een screenshot genomen van een clipje van Billie Eilish, waarin je ziet hier onderaan dat zij 697.000 likes heeft en 33.000 dislikes. Dus een eerste manier om een mening te geven is aan de hand van een duimpje. He, dat is dus wel vrij makkelijk. Dan aan de rechterkant zie je reviews staan. Er zijn er 163 gegeven, zie je. En dit wordt hier gedaan aan de hand van sterretjes. Dat is dus ook een vrij makkelijke manier om een mening te geven over iets. Het is iets genuanceerder dan gewoon de duimpjes. Het is niet gewoon goed of slecht, maar het kan daar ook iets tussen zijn. Maar het is nog altijd zeer makkelijk om je mening te geven over iets. Dan hier heb ik een screenshot genomen van ja, iets op het internet. Dus op het internet, je kunt dus werkelijk overal recensies nemen. Hier wordt dus gebruik gemaakt van sterretjes. Hè. Dus hier worden 3 sterretjes gegeven. Maar je kan daar ook nog tekst bij typen. Dat is natuurlijk het interessantste. Als je zelf op zoek gaat naar een artikel, het gaat hier dus over puzzels. Hè. Gaat het hier, dacht ik, als ik het goed zie. Als je zelf op zoek gaat naar iets, dan is het dikwijls interessant om de mening te lezen van iemand. Hè? Dus de tekst die erbij staat. Je kan hier dus sterren geven. Je kan ook je tekst, je mening typen. En dan kun je bovendien ook nog eens duimpjes geven. Dus of je het nuttig vond of niet nuttig. Dan, dit hier is een recensie uit het bronnenboek. Dus een stukje daaruit. Dit is een hele korte recensie. Je hebt het wellicht wel al door, als we in de les Nederlands het over recensies hebben, dan gaat het niet over het geven van duimpjes, over het geven van sterren, maar dan gaat het over het schrijven van volzinnen. Dus dit is een voorbeeld van een korte recensie. Dit is recensie van de kortfilm Alles voor de Show, waarin Stanley Kretz wel de hoofdrol speelt. Zometeen ga je ook die kortfilm bekijken. Dat is ook belangrijk, omdat we daarna daar verder mee aan het werk gaan in de klas. Ik ga het ook aan de hand van deze recensie de kenmerken van de recensie uitleggen in de volgende dia. In de volgende dia bedoel ik dus. Want hier heb je dus eerst, wat is een recensie? Dat staat in je werkboek op bladzijde 305. Een kritische bespreking van een boek, film, videospel, toneelvoorstelling, muziekuitvoering of enige andere culturele uiting, meestal gepubliceerd in een krant of tijdschrift of op het internet. De persoon die een recensie schrijft is de recensent. Dus die begrippen moet je kennen. Recensie, recensent. En dan vooral dat het een kritische bespreking is. Een goede recensie die voldoet eigenlijk aan 6 kenmerken. Een eerste kenmerk is een kopzin die de aandacht trekt. Die heb ik dus hier in het blauw omcirkeld. De kopzin is hier alles voor de show. Dan een tweede kenmerk is de technische info. Bijvoorbeeld de auteur, het genre van film bijvoorbeeld, de tijdsduur, de acteurs. Maar als het voor een boek is, kan het bijvoorbeeld ook het aantal bladzijden zijn. Hier in dit geval staat die technische informatie helemaal in het begin van je recensie. Ze kan ook helemaal op het einde staan. Of ze kan ook gewoon in volzinnen geschreven worden in de recensie zelf. Dan, de inhoud wordt ook altijd beschreven in de recensie. Het is namelijk zo dat je ook moet weten waarover de recensie gaat als je het boek niet gelezen hebt of als je de film niet hebt gezien. Dus het is absoluut de bedoeling dat je ook in de recensie kort de inhoud schetst. Natuurlijk, een recensie betekent dus dat je je mening geeft, maar je mening moet je altijd staven met argumenten. In de recensie heb je altijd positieve en negatieve argumenten. Een recensent die uitsluitend positieve elementen gebruikt, die zal minder geloofwaardig overkomen. Dan op het einde, wat hier dus in het paars staat, heb je dan een conclusie. Dus je geeft eerst een opsomming van je argumenten en op het einde geef je dan een conclusie
of een eindoordeel. En dan kan het eventueel ook nog gebeuren dat je een aantrekkelijke slotzin erbij zet, maar hier in dit geval is dat niet gebeurd. Hè? Dus in deze recensie heb je geen aantrekkelijke slotzin en heb je gewoon het eindoordeel als slotzin. Dat is ook een mogelijkheid. Dan in je werkboek op bladzijde 305 is hier nog een keer een overzicht van de kenmerken staan. Dus die duid je ook aan. Ik ga ze niet lezen, want ik heb ze er juist allemaal opgesomd. En dan zou ik willen dat je op YouTube kijkt naar de kortfilm Alles voor de Show. Dat is dus de kortfilm waarvan we juist de recensie hebben, waarvan ik de delen heb uitgelegd van de recensie. Dus die bekijk je eventjes zelf op YouTube. Het is echt belangrijk dat je deze film bekeken hebt, zodat je mee kan in de les woensdag of vrijdag. Veel succes!